U woont in Westeremden, mooi in Noord-Groningen. Ja, een prachtige plek om te wonen, een oude pastorie helemaal weer opgebouwd. En ja, het Hoge Land is ook zo fantastisch vanwege een heleboel kerken die je daar in de buurt hebt. We staan er bij een werk van een van die kerkjes gemaakt in de kerk van Oldenzijl. Het is eigenlijk een tweeluik, hè? Ze hangen vlak naast elkaar. U bent daar meerdere keren geweest. Wat is nou zo aantrekkelijk aan het schilderen van ja, toch wel een beetje oude kerkjes? Toen ik op Minerva zat, dat was in het begin van de 60e jaren, was er een tentoonstelling die vond plaats in het koor van de hervormde kerk van Loppersum. Dat is een grote kerk die net gerestaureerd was in die jaren. En middeleeuwse kerken had ik eigenlijk weinig kennis van. En ik kwam binnen. Ik stond een beetje met tjonge jongen. Met die houdingen. Dit bestaat dus. Nou is de kerk van Loppersum niet de minste onder de kerken. Ik noem het zelf wel de kathedraal van het Groninger platteland. Grote dorpskerk. Met hele mooie doorkijkjes. Het is een kruiskerk met zijbeuken. En je kunt van alle kanten kun je mooie hoeken beleven. En de sfeer van de muren, de ruimtewerking, lichtinval. Ik was sprakeloos, zou je kunnen zeggen. Ik dacht, dit wordt een thema in mijn schilderen. En zo is het ook gegaan. Dit is een kerk uit het begin van de 13e eeuw, in romano-gotische stijl. Nou, je hebt hier een zicht op het koor. Het koor is rond van achteren en een deel van die ronding heb ik in beeld gebracht met de prachtige details die zich daarin voordoen. Die kapitelen bijvoorbeeld, hè, die zijn van klei gebakken, dus eerst gevormd in klei en toen gebakken. Dit is natuursteen, dat komt van Bentheim waarschijnlijk, deze kant van Duitsland. De vlekvorming op de muren. Daar verlang je natuurlijk niet naar als gebruiker van de kerk. Maar de schilderachtigheid neemt wel toe. En die schilderachtigheid die neem ik dus wel mee in mijn uiteindelijke resultaat van het schilderij. De kerken hebben ook iets tragisch, want ze worden steeds minder gebruikt voor de godsdienstoefening. Ze worden wel bekeken door toeristen. En daarom vind ik dit ook een soort symbool. Hier hangt een liturgiebord, daar horen psalmen en gezangen op genoemd worden, maar die is leeg. Dus de kerk is prachtig en die getuigt van het feit dat hij ooit gebouwd is om daar God in te eren met gezang, met verkondiging, met gebeden. En toch is hij nu leeg. Als je de tentoonstelling door bent, dan kun je als bezoeker zijnde een reactie achterlaten. De vraag die iemand achterliet. Als ik naar de kerken kijk, dan ga ik altijd speuren. Henk Helmantel, wat heeft u nu weer verplaatst of weggehaald? In mijn gedachten ben ik soms druk aan het schuiven. De Pieterskerk van Utrecht heb ik ook heel groot geschilderd. Hangt hier ook op de tentoonstelling. Vanuit het gezicht, vanaf het orgel. Onder het orgel, moet ik zeggen. Maar dat wordt helemaal geblokkeerd, het onderste deel van de kerk, door een stellage die ongeveer zo hoog is. Daar staan banken op waar koorleden kunnen zingen. Dat is voor de functie, hè. Maar ik heb die hele zaak opgeruimd. Ik ben tussen de banken gaan dwalen om te kijken hoe dat die grafstenen eruit zien. En wat je hier nu ziet aan resultaat, dat is de kerk zonder bankenplan. Dan komt de architectuur optimaal tot zijn recht. En dat kun je als schilder natuurlijk doen. We hebben overal nergens hebben ook tips hangen om inderdaad, wat u al zei, ervoor te zorgen dat de bezoeker misschien de pas even vertraagt. Daar bijvoorbeeld ook een uitspraak van uzelf. Met aandachtig beschouwen kun je tot de essentie van een schilderij komen. Ga je er te snel langs, dan heb je niks gezien, niks geproefd. Nou, dit is een hele mooie wand om inderdaad even rustig al die kleine werkjes te bekijken. En dan zien we daar tussen de vogels en de besjes en de appels ook twee muisjes hangen. Er zijn er drie, geloof ik. Er zijn er drie, ja. Er zijn er drie. En dat is steeds hetzelfde muisje, hè? Ja, ja. Ja. Wat ja. is dat verhaal achter dat muisje? Ja, dat kwam zo. Het was op een zondagmorgen. Ik kijk even in de opkamer. Ja, niet met een speciaal doel. Ik keek even. Ik schrok er bijna van. Er zat een muis op het vloerkleed. En die bleef? Ik dacht, die loopt weg. Ja. Hij bleef zitten. Och,
Dat is bijzonder. En helemaal gaaf, hè? Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga maandag die muis schilderen. Dus ik heb hem in de koelte neergezet en maandagmorgen gelijk aan de slag. En toen ik één houding, dat was de eerste. Ja. Toen ik die klaar had, toen dacht ik, die kan nog een keer geschilderd worden vanuit die houding. En toen ik die had, toen dacht ik, ook schuin van achteren. Want die kant heb je niet zo vaak, om zo'n gaaf beestje zo te kunnen portretteren als het ware. En dat is eigenlijk wel leuk, dat je op onverwachte momenten iets heel bijzonders tegenkomt. Waar je helemaal niet naar gezocht hebt, maar daar moet je dan ook gebruik van maken. Die onverwachte momenten die je als het ware in de schoot geworpen worden. Ja, u heeft nooit gebrek aan inspiratie en de inspiratie komt aangevlogen eigenlijk. Ja, ik kom erin om, in de goede zin van het woord. Kijk, het is heel sneu als een vogeltje zich doodvliegt tegen een raam. Dan denk ik, ja, het is toch waardevol om een monumentje op te richten. En hoeveel tijd heeft u dan voordat het helemaal niet meer te houden is in het atelier? Je moet snel werken. Na een dag of vier, dan zie je het verval soms beginnen. Soms duurt het ook wat langer. Maar je hebt ongeveer een week de tijd. Je moet ook effectief schilderen. En met elan schilderen. Dat het niet een brave kopie is van de werkelijkheid, maar dat er echt leven in komt. Nou, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook met je talent te maken, of dat voldoende aanwezig is en ook voldoende ontwikkeld is. Dat is niet iedereen gegeven, maar degene die het wel gegeven is, die moeten daar gebruik van maken en mogen daar dankbaar voor zijn.